Hoi allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over samenwonen. Mocht je binnenkort gaan samenwonen met je vriend of met je vriendin of met je huisgenootje en heb je nog niet echt een idee wat je allemaal kunt verwachten, ik ga je helpen. Want ik woon nu sinds een jaartje ongeveer samen met mijn vriend en wij hebben natuurlijk zelf ook wel dingetjes moeten aanpassen in ons levensstijl, maar ook afspraken moeten maken wie wat betaalt en hoe je dat allemaal doet dan in huishouden en noem maar op. En ik wil vandaag mijn tips met jullie delen die ervoor hebben gezorgd dat ik niet te veel irritaties had in huis en die er gewoon voor hebben gezorgd dat het allemaal gewoon een beetje structuur had in het huishouden, maar ook gewoon financieel. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Dit kun je natuurlijk toepassen op verschillende soorten relaties. Je kunt het bijvoorbeeld toepassen als je een vriendin hebt of een vriend of als je met een huisgenootje samenwoont. Ik vertel het gewoon eventjes in mijn vorm, dus in de zin van mijn vriend en ik. Omdat ik dat gewoon makkelijker vind, omdat dit het enige is waar ik eigenlijk ervaring mee heb. Want ik heb niet samengewoond met huisgenootjes. Ik heb enkel alleen samengewoond met mijn vriend. Dus het is, ja, in deze zin is het voor mij makkelijker te vertellen. Dus ik hoop dat jullie dat niet storend vinden. Maar zoals ik al zei, je kunt het gewoon toepassen op alle soorten relaties en alle soorten huisgenoten die je maar hebt. En levensstijl die je hebt. Dus ja, ik ga nu gewoon verder met vertellen van mijn tips. Nou, tip nummer 1 is maak goede afspraken met elkaar. Want als je gaat samenwonen, dan is het wel belangrijk om gewoon af te spreken wie betaalt wat. Nou, vaak is het zo dat bijvoorbeeld de man die betaalt dan de hypotheek en de vrouw die betaalt bijvoorbeeld de boodschappen of die betaalt andere verzekeringen. Iedereen doet het weer op een andere manier. Maar beslis gewoon samen wat makkelijk is en misschien is het zelfs handig om samen een gezamenlijke rekening te openen. Dat, ik noem maar wat, een aantal bedragen daarop worden gestort 1 keer in de maand. En dat je daar dan gewoon van kunt leven in het huishouden en rondom het huishouden. En dan weten jullie ook beide gewoon wat je iedere maand kunt uitgeven en wat niet. Dus dat is zeker een belangrijk punt om gewoon financieel duidelijke afspraken met elkaar te maken. Wat ook heel belangrijk is als je gaat samenwonen, maak een soort van potje. Een spaargeldpotje noem ik het maar, waar je bedragen in kunt stoppen 1 keer per maand. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, doe iedere maand €50 in dat spaarpotje per persoon. En dan zul je aan het eind van het jaar een hele grote, volle spaarpot hebben met zakcentjes. En daarmee kun je bijvoorbeeld op vakantie gaan of je kunt er leuke dingen mee doen samen. En dat is wel heel belangrijk, want als je dat niet doet en je krijgt bijvoorbeeld onverwachts ineens een mega hoge rekening en je hebt geen spaarpotje meer om leuke dingen te doen, dan word jij ook heel erg chagrijnig. Tuurlijk, je hebt vast wel op je bankrekening nog een spaargeld staan, wat je dan bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven kunt bewaren. Als ik denk aan een auto die gerepareerd moet worden of een wasmachine die stuk is. Maar het is ook heel belangrijk dat je gewoon een potje apart hebt voor de andere uitgaven. Dus vakanties en leuke dingen vooral. Ook een heel belangrijk punt is om samen te helpen in het huishouden. Nou, er is toch niks leuker dan samen de vaat uitruimen of gezellig samen koken. Maar je kunt natuurlijk ook taakjes verdelen in huis, maar niet vaste taken. Ik vind dat een beetje voor secretaresses. Dus bijvoorbeeld dat je een taak opschrijft of een vaste taak hebt in huis. Bij ons is het in ieder geval niet zo. Tuurlijk, je kunt het fijn vinden om gewoon vaste taken te hebben. Bijvoorbeeld de een die zet de kliko buiten en de ander die doet iedere dag de boodschappen. Ik noem maar wat. Maar bij ons is het gewoon heel divers. Ik vraag gewoon of hij iets wil doen en dan doet hij het ook wel. Dus het is niet dat wij vaste takenverdeling hebben in huis. Maar het is wel heel erg prettig om op die manier soms te werken. Vooral als je een groter gezin hebt en je gaat samenwonen of je hebt nog niet een bepaalde structuur in het huishouden, dan is het wel prettig om dan misschien dat toe te passen. Dus dat is ook niet wat ik wil meegeven, om gewoon lekker samen nog dingetjes te doen in huis ook, want dat versterkt ook jullie band, want je gaat weer lekker kletsen met elkaar. En dan ben je niet zo onafhankelijk van elkaar als je in het huishouden bezig bent. Je bent gewoon lekker gezamenlijk bezig en dat is wel heel erg belangrijk. Ook is het heel belangrijk om gewoon samen leuke dingen te blijven doen. En dan heb ik het niet over films kijken thuis, maar ga ook lekker af en toe naar de bioscoop. En zorg ook dat je af en toe lekker weg bent van huis. Het is ook wel belangrijk om af en toe dus echt een dag te prikken van hé, dan gaan we lekker samen wat leuks doen. En ja, natuurlijk, je bent ook wel iedere dag samen, dus het is dan ook wel fijn om samen te kunnen zijn in huis. Maar het is ook wel prettig als je een soort van date hebt of een date afspreekt met elkaar, ondanks dat je samen woont. Dus gewoon lekker af en toe uit eten gaan met elkaar of gewoon een dag prikken van hey, kom, we gaan zaterdag uit eten en daarna naar de bioscoop. Of daarna gaan we stappen met z'n tweetjes. Maar dat je wel die band met elkaar behoudt. Niet dat het een standaard riedeltje wordt van oké, we slapen samen en 's ochtends gaan we naar werk en 's avonds komen we thuis, liggen we met elkaar op de bank. Het is zo belangrijk om gewoon de band sterk te houden.
dus door ook gewoon leuk met elkaar weg te gaan en leuke dingen te blijven doen. Want dan hou je de relatie ook alleen maar leuk. Maar ook als je met een huisgenootje samenwoont, is het wel heel erg gezellig. Als je bijvoorbeeld lekker samen weg kunt gaan of naar de bioscoop. Of avondjes stappen met vriendinnen. Maar ook gewoon af en toe los van elkaar. Want je zit natuurlijk iedere dag in één ruimte. Dat is soms wel een beetje veel voor sommige mensen. Nog een punt wat zeg maar heel erg vaak is voorgekomen in ons huishouden. En dat is je eigen troep opruimen. Niks is vervelender dan dat je over elkaar spullen heen struikelt. Of dat je vriend zijn jas uittrekt en dan smijt het op de grond neer. En schoenen liggen overal door het huis. Ik heb het zelf ook nog wel eens dat ik gewoon dingen laat slingeren. En daar kan mijn vriend nog wel eens boos om worden. Maar ik ruim het dan ook snel wel weer op. Want dan denk ik, oké, dan ben ik er vanaf. Dan heb ik het maar gehad. En hij heeft het ook nog wel eens. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben dat we dingetjes laten slingeren in huis. Maar probeer gewoon zoveel mogelijk je eigen troep op te ruimen. Zodat de ander er niet over struikelt en zich er niet aan gaat irriteren. Want het is gewoon heel vervelend als je irritaties krijgt door dingetjes die in huis rommelen. Ik bedoel, hou het dan gewoon eventjes netjes voor elkaar. Want je woont wel samen. Het is niet dat je alleen woont. Dus probeer een beetje rekening te houden met elkaar in huis. Tot slot heb ik nog een heel belangrijk punt. En dat is iets waar heel veel relaties stuk door gaan. En dat is dat je elkaar ook loslaat. En daarmee bedoel ik dus, laat je vriend af en toe eventjes met zijn vrienden weggaan een avondje. Of wil hij ieder weekend uitgaan met zijn vrienden. Laat hem gewoon lekker los. Dit geldt ook voor jou. Als jij lekker weg wilt gaan, ga dan ook weg. En laat je niet thuis houden door je vriend die dan zegt, nee, blijf maar bij mij. Ga, want als je elkaar niet loslaat en als je te veel op elkaars lip blijft zitten, dan botst het op een gegeven moment. Want je moet ook gewoon beseffen dat je tijd nodig hebt voor jezelf, maar ook tijd voor vrienden, vriendinnen, collega's bijvoorbeeld. Maar dat je wel een beetje dat andere wereldje ook ingaat. En niet dat je constant op hetzelfde plekje blijft. En ja, ik vind het zelf persoonlijk heel erg belangrijk dat ik gewoon af en toe met vriendinnen weg kan gaan. En dat je bijvoorbeeld, desnoods ga je tegelijk weg. Bijvoorbeeld een avondje met vriendinnen en hij gaat met zijn vrienden weg. Of zij gaat met zijn vriendinnen weg. In ieder geval dat je wel gewoon lekker je gang kunt gaan. En alleen op deze manier zal het alleen maar leuker zijn om elkaar weer te zien. Als je bijvoorbeeld de volgende dag lekker samen thuis bent. En het maakt het allemaal net iets spannender om gewoon je eigen ding te kunnen blijven doen. En het houdt het ook leuk. Want als jij constant met elkaar op elkaars lip zit en zo, dan kun je ook niet ademen. En het is zo belangrijk om te kunnen ademen in een relatie vooral. Tuurlijk, met huisgenootjes is het heel anders. Dus dat past er niet echt bij. Want met huisgenootjes dan ga je sowieso wel weg. En je laat elkaar gewoon vrij. Want je bent niet verplicht om bij elkaar te zijn. Maar sommige mensen die doen het wel. Die zitten echt constant op elkaars lip. En op een gegeven moment dan verstikt de man gewoon. Vooral mannen die stikken heel erg snel. En vrouwen hebben dat ook wel eens hoor. Maar mannen, laat ze gewoon lekker los. Die moeten gewoon lekker hun gang gaan. Lekker de hoort op gaan. En vrouwen ook hoor daarentegen. Maar ja, iedereen is verschillend. De een die ligt gewoon liefst iedere dag op de bank. En de ander die gaat gewoon lekker weg. Dus, maar laat elkaar dus wel los. Laat elkaar gaan. Als hij zin heeft om weg te gaan. Hé, ik zeg lekker veel plezier. En ik blijf lekker thuis. Of ik ga ook weg. Maar in ieder geval doe dat wel. Dus dat is eigenlijk alles wat ik met jullie wilde delen. Al mijn tips voor als je gaat samenwonen. Dit zijn de tips die wij hebben toegepast. En de afspraken die wij hebben gemaakt in huis. En het is natuurlijk, ja, er komen zo nu en dan ook nog wel afspraken bij. Of we passen weer dingen toe. Maar ja, dit is in ieder geval wat wij hebben gedaan. Mocht jij nou ook tips hebben voor mensen die binnenkort gaan samenwonen. Of die al samenwonen. Laat het achter in de comments. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie voor tips hebben. En ik denk dat anderen daar ook wel wat aan zullen hebben. Als jullie in de comments nog wat extra tips achterlaten. Want ik zal vast niet alles hebben gedeeld met jullie nu. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Nou, vandaag laat ik zien hoe ik deze chai tea latte maak. En voor de mensen die niet weten wat een chai tea latte is,